Jori, ja, die lach is nog steeds op je gezicht. We zitten nu, ik denk een uurtje na je finish hier. Vijfde op Mallorca. Dat is je eerste internationale wedstrijd. En dan gelijk vijfde worden. Ja, dan is die lach helemaal terecht, toch? Ja, nou, hij is nu nog een beetje als boer met kiespijn, denk ik. Want ik heb overal last van mijn lichaam. Maar ja, ik ben wel echt tevreden over die race. Ja, ik had niet verwacht. Nee, nou ja, niet verwacht zeg je. Aan de andere kant, gisteren, ik sprak je gisteren ook voor de wedstrijd eventjes. Toen zei je al heel voorzichtig, nou, het zou me niet per se heel erg verbazen als ik misschien een van de sterkere lopers hier ben. En ik heb uiteindelijk de looptijden niet meer gezien. Ik weet wel dat je een 1-8 gelopen hebt. En volgens mij ben je de snelste loper hier vandaag overal. Ja, volgens mij de tweede looptijd was een 1-9. Oké. Dus moet je nagaan. Dus op zich had je het best wel een beetje verwacht. Nou ja, ik had niet verwacht in de zin van, ik ga er niet vanuit. Zo, als je er vanuit gaat, dan gebeurt het niet. Dus... Hoe heb je je race opgebouwd vandaag? Nou, ik heb eigenlijk echt het allerbeste zwemonderdeel gehad. Gewoon super relaxed. Geen tik gehad, gewoon lekker een beetje bijleggen in de voeten en in de tweede groep. Alleen, ik had niet echt door dat er vooraan een groep weg was. Maar die was volgens mij niet zo heel groot. Nee, klopt. En ik kwam eigenlijk bij een aantal jongens, die wat Frederik Vung en zo kwam ik uit het water. Alleen, ja, daar zie je wel een stukje ervaring. Hij rijdt in één keer pad, staat gattig. En ik kom dan na 5 kilometer pas achter van, oh shit, ja, er moet wel wat gaan gebeuren. Gaat dat dan in je hoofd zitten op zo'n moment? Nee, ik heb gewoon op dat moment, ik had een wattage wat ik wilde rijden. En toen dacht ik van ja, oké, dat als ik er naar 10 watt boven ga zitten nu voor de komende 20 minuten en het is nog niet dicht, dan is het aan mij en dan ben ik gewoon te laat geweest. Ja. En dat lukte redelijk. Op een gegeven moment lag ik er volgens mij 45 seconden voor de groep. En toen kwam ik bij een groep en die jongen zat de hele tijd 6 meter te hangen. En hij wilde niet overnemen en ja, dat ging wel even in mijn kop zitten en toen dacht ik, ja, oké, als je dit gaat doen, ja prima, maar dan probeer ik je wel te overklassen met lopen. Ja. Toen zei ik ook nee, nog tegen hem, ik zeg, ja, je mag in mijn wiel hangen, maar je gaat me niet eruit lopen, want dan word ik echt boos. Wat zei hij toen tegen je? Oh yeah, I'm happy if I can finish. Ik zeg, ja, ja, oké, prima. Ja. En nou ja, je hebt daad bij het woord gevoegd, want je begon volgens mij als 13 aan het lopen en je komt dus als 5 over de finish. Ja, ik hoorde toen we de wissel uit kwamen 10 minuten en ik kwam op 5 minuten binnen. Krankzinnig, Jori, als je het mij vraagt. Ja, maar vooral op zo'n parcours, joh, dit is nog geen meter vlak. Want het is echt, ja, het is echt een mentaal parcours dit. Het, ja. Het vierde rondje, joh, dat duurt wel even. Ja. Dat duurt wel eventjes. Als we naar jou als atleet kijken. Je bent natuurlijk een atleet die een beetje op een tweesprong staat. Heb ik het idee, korte afstand, langere afstand. Ik heb het idee dat dit misschien wel het moment is om echt definitief te zeggen, ik ga gewoon echt vol focus op die middle distance. Vind ik lastig, want ik heb het ook op de korte afstand laten zien. Ja. Alleen, als ik merk hoeveel relaxter en hoeveel meer gefocust ik kan voorbereiden op zo'n wedstrijd als dit. Ja joh, ik kan 2 minuten verliezen met zwemmen, maar dat betekent niet dat ik, ja, kijk naar de, ik loop 5 minuten dicht. Alleen, iets in mij houdt mij nog steeds wel, ook bij die korte afstand. Alleen, ik wil dit lange afstand wil ik ook wel onderzoeken. Ja. En dat onderzoeken ga je in Girona doen, want je hebt een grote stap gemaakt. Ja, in principe wel, maar daar ga ik later op terugkomen. Okay. Want eerst gewoon genieten. Zeker, zeker. Nou, dan zou ik zeggen, dan ga ik je daar niet mee lastigvallen. Ga genieten en dan zien we je snel weer. Thanks man, tot snel.